Jongere organisaties grijpen deze Prinsjesdag aan om actie te voeren tegen het leenstelsel. Ze verzamelen zich vanochtend voor de Tweede Kamer en nodigen partijleiders uit om hun oproep in ontvangst te nemen. Ama Boaene is van de Landelijke Studentenvakbond. Ama, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Hopen jullie dat deze actie op Prinsjesdag meer impact heeft? Ja, zeker. Het is natuurlijk vandaag de dag dat Kamerleden en het kabinet gaan nadenken over de plannen voor het komende jaar. En wat ons betreft moet het leenstelsel daar ook in meegenomen worden. Ja, want wat heeft zo'n studieschuld voor invloed op je leven? Ja, heel veel studenten die bouwen nu tijdens hun studie enorme schulden op van 40, 50, soms al 60.000 euro of meer. En dat betekent niet alleen tijdens je studie dat je financieel beperkt bent, maar ook zeker daarna. Bijvoorbeeld als je een huis wil kopen, dan is een hypotheek aanvragen heel lastig als je zulke hoge schulden hebt. Ja, dit stelsel moet op de schop, vinden jullie. Hoe zou een ideaal stelsel er volgens jullie uit moeten zien? Ja, een ideaal stelsel zou er zo uitzien dat voor alle studenten er weer een basisbeurs terugkomt. En eventueel voor de studenten die dat extra nodig hebben, bijvoorbeeld omdat hun ouders weinig geld hebben, dat daar nog een aanvullende beurs voorbij kan komen. Maar we vinden het in ieder geval heel belangrijk dat studenten de mogelijkheid hebben om naast een bijbaantje wel zonder schulden af te studeren. En nou is deze oproep om het leenstelsel af te schaffen, ja, die hoor je eigenlijk al heel lang. Zijn er tekenen vanuit de politiek dat er verandering in zicht is? Nou, wat op zich positief is, is dat inmiddels de meeste partijen tegen het leenstelsel zijn. Eigenlijk alleen de VVD wil het stelsel behouden zoals het nu is. Maar wij zijn wel heel erg geschrokken van het formatiestuk dat een paar weken geleden kwam van D66 en VVD. Want daar stond niks in over het leenstelsel. En ja, dat geeft toch wel weinig hoop dat er nu echt iets gaat veranderen. Ja, ondertussen zien we beelden van bij de Tweede Kamer waar iedereen in zwembroek of ondergoed, denk ik. Iedereen wordt uitgekleed. Is dat het beeld wat wordt gebruikt? Precies, dat was hem inderdaad, ja. Politici die het moeten veranderen, lukt het maar niet om een kabinet te vormen. Hoe kijk je daar eigenlijk naar, tot slot? Ja, de formatie die duurt maar en dat duurt maar. En dat is natuurlijk voor studenten ook heel slecht nieuws. Want dat betekent dat de lichting studenten die nu is gaan studeren weer met schulden moet beginnen. Dus wij hopen dat er heel snel een kabinet komt dat het gaat aanpakken. En als dat niet gebeurt, dan willen we ook de Kamerleden oproepen om dan zelf maar actie te ondernemen.